Nou, hoe was dat? Heel koud. Ja? Ja. Maar wel voor het goede doel. Mm-hmm. Ja, dat is wel mooi. En weet je al hoeveel geld er op gehaald is? Nee. Wordt dat straks nog bekendgemaakt? Denk het, weet ik niet. Ga maar gauw aankleden. Ja. Heren, ja. Hoe ging het? Koud. 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 Ja. Koud. Wat heeft je ertoe gebracht om deze prestatie te doen? Want ik kan me voorstellen dat je 's morgens om 8:30 leukere dingen kunt gaan doen. Ja, gewoon eigenlijk gamen, maar ja, dit was wel gewoon geinig om te doen. En vooral ook nog een beetje het goede doel wat erachter steekt? Ja, dat wel, ja. Ja, want die kinderen hebben natuurlijk veel zwaarder als jullie even die 5 minuten. Ja, dat klopt. Ja, het was wel koud. Het is nog steeds koud? Ja, het is nog steeds heel koud, ja. En hoe voel jij het? Het was wel leuk, maar ik heb het nu enorm koud. Nou, ik zou zeggen, ga gauw naar binnen, lekker aan de warme chocolademelk en ja? En bedankt. Mevrouw van den Berg, een duik heel vroeg in de ochtend. Ja, heerlijk. Ik heb gehoord dat je het vaker doet. Ja, dagelijks. Dus het is niet echt super moeilijk, maar ja, het blijft lekker. Hoe kun je je kinderen motiveren om dit te gaan doen? Het een beetje spannend maken en dan zeggen, het is een enorme uitdaging als je het doet. En het is natuurlijk voor het KWF, hè? Mensen die... ernstig ziek zijn, die hebben een veel zwaardere strijd. Dit stelt echt helemaal niks voor in vergelijking met iemand die ernstig ziek is. Jullie school doet meer van dit soort projecten. Ja. Loopt het project helemaal in december door of over de KWF of is het een eenmalig? Nee, we doen altijd één echte dag waarin we echt alle acties doen. En dan, die ene dag dus. En dan van het voorjaar, nu mag het weer, voor zover we weten, gaat er altijd een team fietsen in Frankrijk. Voor opgeven is geen optie. En die gaan proberen 6 keer de Alpe d'Huez op te fietsen. En dus ze doen eigenlijk 2 keer per jaar een actie. En wanneer wordt het bedrag bekendgemaakt? Komende week. Ik denk dat ze even moeten kijken wat er opgehaald is. Even alle kosten en baten tegen elkaar afwegen. En dan wordt het bedrag wel bekendgemaakt. Dus ik neem aan dat wij ervan op de hoogte gesteld worden. Zeker gaan we dat doen, absoluut. Veel succes en hartstikke mooi dat je het kon doen met deze school. Maar vooral een groot applaus voor de kinderen. Dankjewel, dat ben ik er helemaal met je eens.